Nou, het is gewoon, er komen ook mensen op de kermis die eigenlijk niet van muziek houden. Die er niet tegen kunnen en daar kunnen ze nu wel naar de kermis. Felle lampen, veel lawaai, spannende attracties. Dat is waarvoor veel mensen naar de kermis komen. Maar woensdag was alles een beetje rustiger op de Nijmeegse zomerkermis. Er was namelijk een prikkelarm uurtje. Nou, dat houdt in dat het dit uur mag er geen muziek gedraaid worden op de kermis. Vanwege dat het prikkelt voor kinderen. Dat hebben ze expres gedaan. En ik vind het een goed initiatief. Noah vindt het wel fijn dat het wat rustiger is. Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn dat er muziek, niet te harde muziek is en niet te veel, ja. Lichtjes en ja, alles. Ja, dan word ik helemaal gek daarvan. Ook gaan de attracties wat minder snel dan normaal. Ja, de snelheid is nou ook aangepast, speciaal voor de kinderen. En voor de volwassenen ook natuurlijk, want sommigen hebben dat ook. Ja, en na twee uur, dan gaat het weer sneller en dan gaat het geluid ook allemaal weer aan. Lang niet iedereen was op de hoogte van de prikkelarme kermis. Ik wist niet dat er een stille kermis was. Toevallig woon ik hier op het hoekje. En met mijn kleinkinderen even een uurtje aan de kermis. En de reden is dat die kleine straks ook moet gaan slapen. Daarvoor zijn we een beetje vroeg.